Abram, ga eens mee naar buiten. Ziet u al die sterren staan? Toe, probeer ze eens te tellen. Abram, zeg dat ze al niet gaan. God zegt veel meer dan die sterren. Wordt u volk een groot getal. Ook de Heere Jezus, kom dan kinderke in Bethlehem stal.
Goedenavond allemaal. Jullie zijn bijzonder kinderen in deze kerk. Jullie hopen voor ons te gaan zingen. Best spannend misschien, maar het gaat vast heel mooi worden. Ouders, sommigen hier in de kerk, maar heel veel ook thuis. Ouderen, familie, alle andere betrokkenen die met ons verbonden zijn. Ook u en jij van harte welkom. Fijn dat u deze avond met ons meeluistert en meekijkt. Allen die een taak hebben, fijn dat jullie er zijn en dat jullie deze avond mogelijk maken. We willen deze avond eerst beginnen met gebed. Heere God in de hemel, aan het begin van deze avond bidden wij tot u. U heeft ons hier gebracht en de gezondheid gegeven om hier vanavond te zingen. U heeft de mogelijkheden gegeven dat er zoveel mensen en kinderen thuis met ons mee kunnen zingen en kijken. We willen u daarvoor danken. Dat vanavond de boodschap van kerst hier in de kerk en in vele woningen en huiskamers mag klinken. We willen u eerbiedig vragen of u dit ook wilt zegenen. Of u met uw Heilige Geest in ons hart wil werken en plaats wil maken voor u. Ons hart is van zichzelf zo donker, met zoveel zonden. Wilt u het werken en plaats maken voor u? Ons hart is van zichzelf zo donker met zoveel zonden. Wilt u het licht maken, omdat u zelf het licht bent? Wilt u in ons hart wonen en werken? We bidden u of u iedereen die deze avond de taak heeft wil helpen. De kinderen bij het zingen, de dirigent bij het dirigeren, de muzici met het spelen van de muziek, degene die vertelt, de koster en degene die alles regelen. We zijn afhankelijk van u. Mag alles zijn tot uw eer. Wilt u ons gebed horen? Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen lezen uit de lofzang van Simeon. Uit Lucas 2. We beginnen bij vers 28. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding voor velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Als het thuis in de winter donker is, staan er vast wel eens kaarsjes aan bij jullie. Misschien wel in een lantaarntje of een kaarsenstandaard die jullie zelf gemaakt hebben. Gezellig, hè? Buiten is het donker, maar binnen is het warm en staan er lichtjes of kaarsjes aan. Ze verspreiden licht. Moet je eens bedenken wat er zou gebeuren als je in de kamer zou zitten en alle lampen en kaarsen zouden uit zijn. Dan zou het donker zijn. Binnen is dat nog niet zo erg. Maar als je nu eens buiten loopt, in het donker, zonder licht, dan merk je pas echt hoe belangrijk licht is en dat je licht echt nodig hebt. Je zou zonder licht niets kunnen zien. Je zou verdwalen zonder licht. De weg kwijtraken. En nu gaat het vanavond ook over licht.
Over een groot licht zelfs. We hebben net een stuk uit de Bijbel gelezen. De lofzang van Simeon. Ook hij heeft het over een groot licht. Wie is dat licht? En waarom kwam hij? Het licht waar Simeon over spreekt is de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij is geboren in Bethlehem. Je hebt net gehoord dat Simeon heel blij was dat hij was gekomen. Waarom? Dat zegt hij. Omdat er nu vrede en zaligheid is voor al de volken. En omdat er een licht is gekomen voor de heidenen. Voor de mensen die de Heere niet kennen. De Heer Jezus werd dus geboren om een licht te zijn in de duisternis. In het donker. Hij is een licht. Omdat de mensen, onder de mensen die niet geloven in hem. In de wereld is veel duisternis. Maar wat is dan duisternis? Dat is een plaats waar geen licht is. En ik denk dat je wel begrijpt dat als we lezen dat de Heer Jezus het licht is, dat hij op alle plaatsen waar hij niet is, dat het daar donker is. Als de Heer Jezus niet in uw en jouw hart woont, is het daar ook donker. Donker van zonden, van verkeerde dingen, van ongehoorzaam zijn en niet luisteren naar God. De duivel is de koning van de duisternis. Dat begon in het paradijs al, toen de eerste mensen luisterden naar de boze listen van de duivel. Maar ook nu doen u, jij en ik verkeerde dingen. We hadden het net over duisternis, maar wat is het licht eigenlijk? Dat is een plaats waar het niet donker is. Denk maar weer aan de kaarsen in huis. Ze brengen licht, zodat je alles goed kunt zien. Waar het licht, de Heer Jezus is, daar is geen duisternis. Geen zonden. En weet je wat nu zo bijzonder is, waar we met kerst aan denken? Dat de Heer Jezus geboren is, zeg je misschien. Ja, dat klopt. Dat is een groot wonder. Waarom is de Heer Jezus geboren? Omdat er op de aarde zoveel duisternis is. Het is zo donker. Er is zoveel zonde, verdriet, pijn. Maar wat zegt de Heer Jezus van zichzelf? Ik ben het licht der wereld. Als je in mij gelooft, zult u niet in de duisternis wandelen. Door het licht is er weer hoop. Is er soms ook zoveel duisternis en donkerheid in u en jouw hart? Dan klinkt vanavond voor het eerst, of opnieuw, weer die blijde kerstboodschap. De Heer Jezus is geboren. Hij wil, als u en jij in hem gelooft, ook zijn licht in uw en jouw hart laten schijnen. Vanavond gaan jullie ook zingen over dat licht. En wij gaan luisteren. Ik wens u en jou een gezegende avond toe. Thuis of in Gods huis. Het programma zal verder, zonder verdere aankondiging, worden vervolgd.
Zaligen zal.
was al avond donkere nacht, dat in het oude Bethlehem een Jozef en Maria bracht. Er was geen plaats voor hen, geen enkel huis, geen herberg meer, geen plaats voor God zijn Zoon. Een stal met kribbe voor de Heer, ja slechts die was hun tot woon. En op die avond, donkere nacht, al in het stadje Bethlehem, is Jezus kind toen voortgebracht. De kribbe was voor hen. O, welke liefde had de Heer, dat hij voor Gods volk kwam. Uit hoge rijke hemel neer, en met dit genoeg. Zullen ze opkijken als al die jongens morgen zullen zien hoeveel geld hij opgehaald heeft? Nou, ze zullen allemaal zeggen, die Jopie Karelsen? Nou, ik wou dat ik Jopie Karelsen was. Ja, dat zullen ze echt zeggen, want weet je hoeveel Jopie al opgehaald heeft? Al meer dan 36 euro en dat is echt heel veel. Want voor morgen, dan zullen alle jongens van de club bij elkaar komen en dan zal meester Meijer, die zal de enveloppen openmaken van alle jongens en die zal kijken hoeveel geld erin zit. En bij Jopie Karelsen zal er heel veel in zitten. Ja, want de dag is nog niet voorbij en Jopie Karelsen, hij gaat gewoon verder. Want, ja, inderdaad, hij loopt de hele tijd te denken over zijn geld en over zijn dikke portemonnee die veilig diep in zijn zak zit. Maar hij loopt langs de kapper. Weet je wat? Hij krijgt een goed idee. Als hij nou bij de kapper naar binnen gaat, dan kan hij en geld van de kapper vragen, en geld van die klant die hij al ziet zitten, en geld
van die andere klant die nog geholpen moet worden, heeft hij 3 vliegen in 1 klap. En dat zou makkelijk gaan, want als hij geld op moet halen, dan kijkt hij een beetje zielig. Zo deed hij het bij zijn ooms en tantes vanmorgen ook. Kijkt hij een beetje zielig, zegt hij, ik moet geld ophalen voor de club. En ik moet heel veel, want de winnaar krijgt een prijs. Wilt u alsjeblieft geld geven? En waarschijnlijk gaan de mensen dan vragen, ja, maar waar is het dan precies voor? Nou, en dan zegt hij nog snel erachteraan, het is voor de arme kinderen die in de vluchtelingenkampen wonen, die het heel koud hebben. Want het is bijna kerstfeest en dan geven wij hun dekens en eten en een kinderbijbel. Het is even later. Jopie komt uit de kapperswinkel met een hele dikke portemonnee. Hij loopt verder. Hé, hey, wie ziet hij daar? Dat is Appie. Appie, Appie, wat ben jij aan het doen? Ja, zegt Appie, dat kun je wel raden. Oh, zegt Jopie, ook geld op onthalen zeker? Hoeveel heb je? Ga ik lekker niet zeggen, zegt Appie. Nou, zegt Jopie, ik ga het ook niet zeggen, maar ik weet dat ik echt meer heb dan jij. Nou, Appie die kijkt dus naar Jopie. Die denkt, Jopie kan veel zeggen, maar ik heb ook een dikke portemonnee. En we zullen morgen, als het club is, dan zullen we wel zien wie het meeste geld opgehaald heeft. En dan gaan de jongens. Appie, die gaat die kant op. Die gaat nog langs zijn opa en oma. En Jopie, nou, die heeft ook nog heel veel mensen waar hij langs wil vandaag. Het is de volgende avond. Alle jongens van de club zijn bij elkaar gekomen in het clubhuis. En meester Meijer is er ook. Wat een drukte is het. Alle jongens schreeuwen door elkaar heen. Ze roepen om het hardst. Maar weet je wat ze niet zeggen? Ze zeggen heel veel tegen elkaar. Maar niemand zegt hoeveel er in de envelop zit. Nee, nee, dat willen ze echt niet zeggen. Jongens, stil. Zegt meester Meijer. En ineens is het muisstil. Alle jongens gaan een beetje schuiven op hun stoel. Want hoeveel zouden de andere jongens opgehaald hebben? Want de winnaar krijgt een prijs. En iedere jongen wil de prijs. Daar gaat de eerste envelop. Kom maar, Gijs, zegt meester Meijer. Komt Gijs. Meester Meijer doet de envelop open. Wow, €35. Komt de volgende. €40. Oeh, Jopie, nou, die zit wel een beetje te schuiven op zijn stoel, want het wordt steeds meer. Komt er nog een. €50. Oeh, en Jopie, die wil het meeste. Komen nog 2 jongens en dan is Jopie aan de beurt. Hij geeft zijn envelop aan de meester. De meester maakt hem open. Jopie, wat heb jij je best gedaan, zegt de meester. Weet je wat de meester uit de envelop haalt? €55, dat heeft Jopie zomaar bij elkaar gehaald. En alle jongens, oh, ze kijken naar Jopie. Oh, Jopie is vast de winnaar. Ja, Jopie zal de winnaar zijn. En wat heeft Jopie veel geld? Ja, er komen nog 3 jongens. En meester Meijer maakt die enveloppen ook nog open. Maar Jopie die ziet het al, dat is niks. Die jongens, €30, €35, meer hebben ze niet opgehaald. Dus Jopie is de winnaar van vanavond. Hij heeft €55 opgehaald. En daar komt meester Meijer al met het cadeau. Voordat hij het cadeau aan Jopie geeft, zegt hij nog wat. Jongens, het gaat er niet om hoeveel er opgehaald is. Natuurlijk ben ik blij dat jullie allemaal goed je best hebben gedaan. Het gaat er niet om dat Jopie de winnaar is. Het gaat erom dat we die kinderen ver weg, die vluchtelingen in die kampen, die kinderen dekens en eten kunnen geven. En vooral een kinderbijbel. Zodat zij ook van de Heer Jezus mogen horen. Want het is bijna kerstfeest. En heel veel van die kinderen kennen de Heer Jezus helemaal nog niet. En Jopie luistert niet naar de meester. Hij kijkt naar dat cadeau. De meester wil het cadeau geven.
opeens. Wat is daar? Hij kijkt over Jopie heen, achter in de zaal. Wie komt daar? Oh, Jopie kijkt ook eens achter zich. Oh, denkt hij, dat is gekke Daantje. Gekke Daantje zit ook op de club, maar hij doet altijd een beetje anders dan de andere kinderen en iedereen vindt hem raar. Alleen, nu komt hij zomaar aangelopen en de meester kijkt naar hem en ziet Jopie het goed? Daantje heeft ook een envelop in zijn hand. Had Daantje dat nou niet eerder kunnen geven? Even wachten, zegt de meester. Hij legt het cadeau even weg. Ik moet eerst Daantje zijn envelop uitpakken, want dat is eerlijk. Jopie zucht. Daantje. Gekke Daantje. Hij kan niet eens normaal een zin uitspreken. Niemand die hem begrijpt. Daantje, nou, hoeveel euro zou die opgehaald hebben? 5 euro? Misschien 10 euro, omdat iedereen hem heel zielig vindt als hij langs de deuren gaat. De meester pakt de envelop van Daantje. Jopie staat er ook bij. En Daantje staat aan de andere kant. Roept hij er doorheen. Geld voor de arme kindjes en voor kinderbijbels. Ja, ja, denkt Jopie, hou je mond maar. Daar opent de meester de envelop. Ogen worden groot van verbazing. Hij haalt er een paar bankbiljetten uit. Nog een paar. Jongens, Daantje is de winnaar. Weten jullie hoeveel Daantje heeft opgehaald? 70 euro. Wat, denkt Jopie, dat kan niet. En hij pakt de briefjes vast en hij telt. Rempel, 70 euro. Oh, de tranen springen in zijn ogen. Hij was toch de winnaar en dan komt Daantje. En weet je, kan nooit eerlijk zijn. Daantje, hij kan nooit zoveel geld opgehaald hebben. Dat gelooft Jopie niet. Oh, wat is hij verdrietig. Want alle jongens in de zaal kijken niet meer naar Jopie. Ze kijken naar gekke Daantje. En ze klappen voor gekke Daantje. Jopie. Hij moet bijna huilen. Hij verbijt zich om niet te huilen. Dat wil hij natuurlijk niet met de jongens. De avond is voorbij. Jopie loopt naar huis. Zonder prijs. Appie loopt naast hem. Dat was wel jammer, hè, zegt Appie. Jammer voor jou dat Daantje meer had. Ja, bromt Jopie. Ja, dat is toch zo? Ja, maar... Ik geloof nooit dat hij... eerlijk gedaan heeft. Dat geloof ik echt niet, zegt Jopie. En hij is woedend. Hij wil die prijs. En malle Daantje, gekke Daantje, kan het nooit, nooit zoveel geld opgehaald hebben. Appie zegt nog iets. Maar Jopie hoort het bijna niet. Appie zegt, hey, en over 2 dagen hebben we kerstfeest, hè, van de club. Dan is het weer club. En jij mag spelen, toch? Bromt Jopie. Maar Jopie die speelt ook heel mooi dwarsfluit. En hij had met de meester afgesproken dat hij op het kerstfeest dwarsfluit mocht spelen. Maar daar denkt hij niet aan. Oh nee, hij is veel te boos. Als Jopie het laatste stukje naar huis loopt, loopt hij alleen, want Appie woont al iets eerder. Dan kijkt hij om zich heen. En hij voelt de boosheid in zijn hart. Waarom mag hij die prijs niet? Hij had toch zo goed zijn best gedaan? Oh, kijk wie daar loopt. Wat heeft hij dan bij zich? Dat is gekke Daantje. En hij loopt heel langzaam. En hij heeft de prijs onder zijn arm. Dat mooie boek. Het was een mooi boek. Dat was de prijs. En oh, in zijn hart voelt Jopie de boosheid. En hij denkt er niet meer bij na. En hij rent op Daantje af, die daar met dat boek loopt. En hij rent op hem af. Hij geeft hem een enorme klap met zijn schouder. En Daantje, hij valt. En Jopie rent gauw weg. En Daantje, hij valt midden in een plas. En als Jopie zich vlak voordat hij om de hoek van de straat verdwijnt omdraait, ziet hij Daantje? Daantje die
overeind krabbelt en hulpeloos grijpt naar zijn prijs, naar het boek. Het boek is in de plas gevallen. Het is helemaal nat en kapot. En Jopie ziet hoe Daantje het probeert uit de plas te grijpen. Maar het lukt bijna niet. En dan rent Jopie gauw weg. Hij voelt zich ineens een lafaard. En hij voelt ineens dat hij het helemaal niet waard is om de winnaar te zijn. Als hij even later thuis in bed ligt, drukt hij zijn hoofd in het kussen en huilt hij. Nee, niet van verdriet over zichzelf, maar hij heeft berouw. Want als hij terugdenkt aan dat moment dat die gekke Daantje daar zag, zo hulpeloos grijpend naar dat boek, dan weet hij, Daantje vocht niet, Daantje duwde niet. En daarom is Daantje echt de winnaar van vanavond. Wat hadden ze ook alweer geoefend? Hulploos kind, heilig kind, hulploos kind. Daantje was zo'n hulploos kind die zijn boek probeerde te grijpen. En hij, wat doet hij? Hij duwt Daantje in een plas. Oh, wat heeft hij berouw. Maar hij kan het niet meer goed maken. De volgende avond moet hij oefenen bij meester Meijer. Oefenen met zijn fluit. Moet hij liederen spelen. En samen met meester Meijer is hij al een hele avond bezig. En dan zegt meester Meijer, kom op. Laten we eens even koffie drinken. Want ik merk wel dat je er een beetje moe van wordt. En dan, tijdens het koffiedrinken, zegt de meester, oh, je was wel teleurgesteld, zeker, Jopie. Ja, zegt Jopie, klopt. Oh, zegt de meester, weet je, ik begrijp het wel. Want ik had ook niet verwacht dat Daantje zoveel zou ophalen. En weet je wat ik zelfs heb gedacht? Dat hij het gestolen had. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb wel spijt van, zegt de meester. Maar ik heb het toch gedaan. Ik ben naar zijn ouders gegaan. En ik heb gevraagd hoe die dan aan dat geld kwam. Want we weten allemaal dat gekke Daantje het niet zomaar aan allemaal mensen kan vragen. Omdat hij niet goed kan praten. En weet je wat zijn moeder toen vertelde? En waar ik tranen van in mijn ogen kreeg? Daantje was inderdaad bij heel veel huizen langs geweest. Maar niemand begreep wat hij zei. Ja, hij zei iets van dekens en kinderbijbels. Maar ja, niemand begreep het. En er waren mensen die gaven hem een paar cent, omdat ze Daantje zielig vonden. En toen kwam Daantje thuis en toen zat hij te huilen. Want hij zei, ik heb zo weinig opgehaald. En er zijn zoveel arme kinderen. Hoe moet dat nou? En hij was de hele middag verdrietig. Maar aan het eind van de middag kreeg hij een idee. En weet je wat hij toen deed? Zei meester Meijer. Toen heeft hij zijn spaarpot gepakt. Waar al het geld, al zijn geld wat hij had in zat. Die spaarpot heeft hij kapot geslagen. En al het geld uit zijn spaarpot heeft hij in de envelop erbij gedaan. En toen was hij blij. En weet je wat hij toen zei? Hij zei, de Heere Jezus die gaf ook alles voor de arme mensen, voor de zondaars. Nou, dan mag ik toch wel mijn spaarpot geven voor de arme kinderen. En, zegt meester Meijer, daarom heeft Daantje dus 70 euro. Dat was al het geld uit zijn spaarpot. En Jopie, dat hij dit verhaal weet. Het is maar goed dat het een beetje donker is in de kamer van meester Meijer, want hij wordt echt vuurrood. En hij maar denken dat Daantje het gestolen had. En hij gisteren Daantje met zijn boek in de plas geduwd. Oh, wie is er nou een slechterik hier? Ze gaan verder oefenen. Stille nacht moeten ze nog oefenen. Die hadden ze nog niet gedaan. Maar Jopie, hij kan het niet. Als die moet spelen. Hulploos kind. Heilig kind. Moet hij iedere keer aan Daantje denken, aan de Heer Jezus. En het gaat allemaal door elkaar in zijn hoofd. En hij legt zijn fluit neer en hij snikt het uit. En de meester vraagt, wat is er dan? Hij kan geen antwoord geven, hij huilt. Van berouw is zijn hart. En als het na een poosje later stil is,
Dan hakkelt hij het tegen de meester. En dan begrijpt de meester het al waarom die huilde. Ik was niet eerlijk. Ik heb Daantje in de plas geduwd. En ik verdien het helemaal niet meer om het kerstfeest te vieren. Ik ben veel te slecht om kerstfeest te vieren. Ik doe zelf zo vervelend tegen gekke Daantje. Hij huilt. Maar, zegt de meester, het kerstfeest, Jopie. Voor wie is het kerstfeest nou? Voor wie is de Heer Jezus nou gekomen? Wat zingen we nou op de club? De Heer Jezus is juist gekomen voor de zondaren. Als een licht in je duistere hart. In je hart is het donker. Ja, knikt Jopie, het is donker. Maar de Heer Jezus is gekomen als een licht. En juist jij moet kerstfeest gaan vieren. Jopie snikt nog steeds. Maar ja, eigenlijk wel. En hij voelt dat het steeds lichter wordt in zijn hart. Want als hij aan de Heer Jezus denkt en aan denkt dat de Heer Jezus ook zijn zonde wil vergeven, die gemene dingen die hij gedaan heeft, ja, dan kan het misschien toch nog goed komen tussen de Heer Jezus en hem. Maar, zegt meester Meijer, voordat het kerstfeest wordt, moet jij één ding doen. En dat is vergeving vragen aan Daantje. Ja, zegt Jopie. Want dat is moeilijk. Maar als de volgende dag aangebroken is, als het avond geworden is, dan is het kerstfeest van de club. En Jopie, hij staat in een hoekje, helemaal in een hoekje. In het donker hoekje naast de deur staat hij te wachten en hij is heel zenuwachtig. Nee, niet omdat hij moet spelen. Nee, want Daantje moet nog komen en over 2 minuten gaat de kerstfeest beginnen en Daantje is er nog niet. En hij moet nog vergeving vragen aan Daantje. Zou Daantje nog komen? Ja, Daantje is er. Daantje, hij komt steeds dichterbij. En Jopie, hij fluistert bijna, Daantje, wil je, kun je mij vergeven? Ik ben zo slecht geweest. Ik ben zo slecht geweest, Daantje, kun je me vergeven? Het is helemaal niet erg. Ik heb er een nieuw kaftpapier om gedaan. En nu is het boek weer helemaal mooi. We hebben hem gedroogd op de kachel. En ik ben er zo blij mee. Dat zegt Daantje. En Jopie. Maar wil je mij vergeven? We gaan nu kerstfeest vieren. Kom mee. En Daantje, hij pakt Jopie bij zijn arm en hij trekt hem mee naar binnen. Oh, het is goed. Het is goed tussen Jopie en Daantje. En nu kan het kerstfeest worden. En het wordt kerstfeest. Voor Jopie, zoals het nog nooit is geweest. Want weet je, als hij moet spelen en als de jongens gaan zingen, speelt hij niet en zingt hij niet voor alle mensen in de zaal. Hij speelt ook niet voor de meester achter de piano. Hij speelt ook niet voor gekke Daantje. Weet je voor wie die speelt? Voor de Heere, voor de Heer Jezus. En weet je, het komt uit zijn hart. Hij speelt niet omdat het moet, maar omdat hij zoveel van de Heer Jezus houdt. Omdat hij weet dat de Heer Jezus gekomen is voor slechte kinderen. Ook voor kinderen die wij misschien een beetje gek vinden. Dat de Heer Jezus nou gekomen is voor iedereen. Dat de Heer Jezus gekomen is en dat is zo'n blijdschap in zijn hart. Dat hij alleen maar zo kan spelen. En de meester? Ja, de meester weet echt niet wat hij meemaakt. Het is zo'n mooi kerstfeest. En weet je voor wie het mooiste kerstfeest is? Voor Daantje. Want weet je, als Daantje zingt, hulploos kind, heilig kind, dan mag Daantje ook weten, net als Jopie en de meester, dat de Heer Jezus ook voor hem gekomen is in zijn hart. En dat hij straks, dat het kerstfeest nu mooi is, dat er nu mooi gezongen wordt, maar dat het straks in de hemel nog veel mooier zal zijn, want daar is de Heer Jezus er zelf bij.
Hé, het verhaal is uit. En Jopie? En Daantje? Zij mochten naar de hemel. En jij? Voor wie ga jij nog zingen straks? En voor wie heb jij net gezongen? Ook voor de Heere Jezus, omdat je zo blij bent in je hart? Dan is het echt een mooie avond.
was een prachtige avond, jongens en meisjes. Wat bijzonder om zo samen stil te staan bij kerst. En het wonder van de Heer Jezus, het licht wat naar deze wereld is gekomen. En als je nu vanavond thuis komt, denk nog terug. Als je naar binnen gaat en als er kaarsen aanstaan, denk dan nog terug aan de Heer Jezus. Die het licht is en naar deze wereld is gekomen. Want Hij is gekomen om te zoeken en zalig om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Vanaf deze plaats wil ik aan ieder die aan deze avond een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken. Nadat we dat gedaan hebben, willen we samen nog staande het Ere zij God zingen. Dan wil ik nu eerst met jullie danken. Heere God, aan het einde van deze avond mogen we weer in gebed tot U komen. We hebben gehoord, we hebben gezongen en gehoord over het licht. U bent het licht dat kwam in deze donkere wereld. Wilt U ook de komende dagen schijnen met Uw licht op alle plaatsen waar het nog donker en duister is. In de wereld, op plaatsen waar zoveel oorlog, honger, ziekte, pijn en eenzaamheid is. Bovenal in ons hart. Dat het zo echt een gezegend kerstfeest mag zijn. Omdat we vol mogen zijn van U, het grote licht. Wilt U in het bijzonder bij ons zijn als we ons deze dagen alleen of verdrietig voelen. Wilt U dan mensen op ons pad zenden om ons te helpen en te troosten. Wilt U geven dat ook wij omzien naar iedereen en dat we zo, al is het met gebrek en soms zo klein, toch mogen vertellen en laten zien over U, over het licht dat gekomen is. We danken U dat U in ieder heeft geholpen en dat we deze avond mochten zingen. Ook dat ontvangen we uit Uw hand. Wilt U wat gezongen en gezegd is deze avond zegenen. En wat niet goed was, wilt U dat vergeven. Gaat U met ons mee deze dagen in, want dan zullen het goede dagen zijn. Dat bidden en danken wij U. Alleen om Jezus wil. Amen. Gouden Vee.